Hallo Nederland, daar zijn we weer. Ik heb TV Gelderland, daar ga ik reclame voor maken, want dat is een hartstikke goede zender. Die hebben goed signaal en goed weerbericht. Die zijn alleen s'avonds te kunnen rusten. Dat is jammer dat het niet de hele dag is. Die moesten net zoiets doen als wat Radio 538 doet. Zoiets moesten wij ook gaan doen. Dat een paar miljoen luisteraars had. Maar, ik drink bij Albert Heijn gekocht, XL, prachtige winkel, net verbouwd. Het had al 20 miljoen gekost, zeker wel. Het is net alsof je daar in de hemel loopt. Overal zijn engelen, een blauwe jas aan. Die kun je vragen voor alle steden die kunnen vinden ze gewoon. Dan lopen ze met je mee. Dan halen ze het ook nog voor je uit het schap. Ja. Albert Heijn XL Kronenburg, Arnhem, waar ik woon. 3 minuten lopen van Albert Heijn XL af. Oh, ben ik een geluksvogel, zeg. Pofdorie. Nou, ik heb weer 10 filmpjes erop gezet. 1 documentaire van TV Gelderland. En ik vraag TV Gelderland of ze nog een keer een documentaire met mij willen maken. En dan kunnen we daarna nog wel eens een keer een paar maken. Want wat ik heb is commercieel. Dat is een diamantje door een ringetje gehaald. De Project Big John. Dat is de grootste hit die ik mezelf maar kan bedenken. En alles wat er mag gebeuren is dat ik een paar honderdduizend abonnees krijg. Of een paar miljoen of zo. De WhatsApp kunnen, want ze kunnen mij op de hele wereld kijken. Dus heel Nederland kan mij zien. Gewoon op de computer, op mijn internet, op mijn YouTube kanaal, want dat heb ik. Je gaat naar Google, je tikt in mijn naam, John Staring, met een G op het eind. En dan klik je op enter en dan ga je naar John Staring YouTube of zo staat daar. Dan klik je op en dan kom je op mijn YouTube kanaal terecht. En wat je dan even moet doen, heel belangrijk, is even abonnee worden, want daar gaat het om. Als ik kijkcijfers krijg, als ik abonnees krijg, dan krijg ik steeds meer kijkers. En hoe meer kijkers ik krijg, hoe interessanter ik word, ook voor TV Gelderland. Want ik kan TV Gelderland tot de grootste omroep van Nederland maken. Laat mij dan maar eens even op die stoel van... Hoe heet die ook alweer? Van, Guido Lavelaje. Ralf. Tip. Ralf Tip, geloof ik dat hij heet. Maar in ieder geval, die mag vragen of ze even een documentaire met mij willen maken. Weer één, en daarna nog één, en daarna nog één, en daarna nog één. En ik maar reclame maken voor TV Gelderland. Maar mensen, kijk nou eens wat die uitzenden. Maar eigenlijk is wat ze uitzenden. Ik vind daar niks aan, ik kijk daar nooit naar. Dat is niks spectaculairs. Je schiet er niks mee op, dat je dat ziet. Je kunt ook veel beter Project Big John op uitzenden. In plaats van dat je van die rare een keel of een bloemke zit te praten of zoiets dergelijks. Ja, weet ik veel.
Ik kijk daar nooit naar. Ik kijk in het journaal. Ieder uur een journaal. Dat is de hele avond hetzelfde uur. Iedere avond is daar ieder uur hetzelfde te zien op hetzelfde tijdstip. 7:07, 7:08, 7:09, 7:10, 7:11, 7:12, 7:13. Enzovoort. Allemaal YouTube-kanaal. Kijken naar YouTube-kanaal, kijken naar TV Gelderland. Ik heb 10 documentaires of 10 filmpjes heb ik erop gezet. Eentje van TV Gelderland. Van de documentaire, de eerste van de twee documentaires die ik daar gehad heb, al. En er komen er nog veel meer. Want wat ik heb is gewoon interessant. Kijk, ik kan een hele hoop mensen helpen. Ik ben professor, hè. Ik ben bijzonder hoogleraar. Nederlands. Ik ben professor. Nederlands. Ik heb een heleboel boeken, ik kijk er nooit in. Ik ben me bezig met de Project Big John. Dat moet gelanceerd worden. Kijk, ik kreeg net van een vriendje van mijn buurman. Ik weet niet hoe die heet. Ja, het broer van Tapie. Zei Ilias dat dat was. Maar ik weet niet of dat waar is. Maar in ieder geval, het maakt mij niet uit. Hij heeft mij een jointje gegeven vanmiddag. En ik heb alle onkruid uit de tuin weggehaald. Ik had een kwart container vol onkruid. Een grote arm vol. Zo'n grote bos onkruid had ik achteruit de tuin getrokken. Het stond allemaal om de hek. Zag er niet uit. Ik laat het gras lang groeien. Dat is mooi voor de winter, hè, waar we naar te kijken. En als er dan sneeuw opkomt, oh, 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 oh. Ja, 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 ik zie het helemaal voor me. Misschien krijgen we wel nooit geen sneeuw meer. Dat het daar niet zo koud meer voor is. Hoef ook niet zo hard te stoken. Nou, dat is toch een voordeel, hè? Maar ik heb de hele middag de tuindeur los gehad. Eerst was ik belde mijn neef op, Marcel. En die had ik even gesproken. Hij werkt op het ministerie van Binnenlandse Zaken. Ja, ja, daar is hij directeur van zijn afdeling personeel. Of zoiets, zo had ik dat begrepen dat hij mij vertelde vanmiddag. Daar heb ik dus mee gesproken met mijn neef. Hartstikke goeie gozer, hij is dokter Anders politicologie. Ik heb Nederlands gedaan, hij heeft politicologie gedaan. Hij is ook professor, Marcel. Directeur van Binnenlandse Zaken. Mijn neef. En ik dan? Wat heb ik dan? Wat doe ik dan? Ja, ik heb een YouTube-kanaal. Dat is mijn werk. Want jullie moeten allemaal gaan kijken. Zal ik jullie wel eens even uit de ellende halen? Trek ik jullie met mijn IQ uit de stront? Want jullie zitten allemaal in de stront. 23 september 2023. Maar ik ben mooi blij dat ik de onkruid uit de tuin weggehaald. Ik zal deze film niet zo lang maken. Ik zal hem kort houden. Dus als je nog een plezier wilt doen, word alsjeblieft even abonnee. Doe het nou eens even, nu. Klik op die knop. Dat is alles wat je moet doen. Voor de rest gebeurt er helemaal niks.
Ik weet ook niet dat jij er weer bij bent gekomen, maar ik krijg daar gewoon eentje bij. Dan ga ik van 210 naar 211. En als jij het dan ook doet, dan ga ik naar 212. En als jij het ook doet, jij naar 250. Naar 290. Naar 500. Naar 1000. Ah jongens. En hoe meer abonnees ik kreeg, dan kreeg ik dadelijk wat zei Toon? Of je zei het toch tegen me? Dan moest je een bepaald aantal abonnees hebben. En dan krijg je geld uitbetaald van die lui van YouTube. Dat doen ze voor de reclame. Reclame, daar verdien ik ook hartstikke veel geld mee. Ik maak reclame voor Albert Heijn XL op Kronenburg. De mooiste winkel die ik ooit heb gezien, als je daar loopt, is net of je in de hemel loopt. En overal heb je engelen die rondvliegen. Die kun je aanspreken en wijzen ze je wel aan waar je het product kunt vinden dat je nodig hebt. Want het is wel groot. Die hebben wel veel, zeg. Godverdomme, die verbouwing heeft minstens 20 miljoen gekost, dat weet ik zeker. Man, wat mooi, zeg. Oh, het is net of je in de hemel loopt. Schitterend. Albert Heijn. Maar de Aldi is een stuk soberder, maar wel een heel stuk goedkoper. En de Aldi heeft brood, extra vezelrijk volkorenbrood. Daar heb ik vanmiddag 2 sneden van op. Met een plaatje ham erop. Want die ham die moet wel opgemaakt worden. Ik had nog 6 platen. Dus 3 dagen, dat is zaterdag 2 boterhammen met ham. Dat is zondag 2 boterhammen met ham. Dat is maandag 2 boterhammen met ham. En dan is de ham op. Dus over 3 dagen is de ham op. Morgen krijg ik daar ook weer. En nou heb ik hier nou het laatste stukje van de joint die ik van Ilias heb gekregen. Het gebit zit los. Daar valt die eruit. Zo, dan zit hij met iets vaster. Ik moet het toch eens. Ja, dat is kloten dat het gebit los zit, joh. Had ik mijn eigen tanden nog maar gehad. Godverdomme, ik ben nooit poetsen. Nou wel, iedere avond poets ik even de tanden. Alhoewel, ik moet zeggen, ik zou onder ook wel een kunstgebit willen hebben. Hoef ik nooit meer naar de tandarts toe. Nee. Alleen dat er iets is. Dat gebit kapot is of zo. Omdat hij uit de mond geschoten is. Kijk, zo'n joint, daar krijg ik denkkracht. Dan kan ik veel beter en geconcentreerder nadenken. Dan vergeet ik tijdens het praten niet meer waar ik het ook alweer zo over had. Omdat ik altijd zoveel aan het praten ben. En ik maak reclame voor Albert Heijn op Kronenburg XL
De mooiste winkel van Nederland, zeker weten. Het nieuwste van het nieuwste, het mooiste van het mooiste. En het ene is nu duurder dan het andere. Daar heeft zwaar geld gekomen. Is in mijn gebit los. Vul die daar uit de mond, leg je in twee stukken op de grond. Wat moet ik dan wel verlaten? Wat moet ik dan eten? Dus kijk of hij nou wat doet. Doe maar even. Nee, je zit er niet. We zitten niet daar. En voor na het eten, die heb ik zelf gedraaid, maar daar zit geen wiet in. Maar hij ziet er wel uit als een joint en die heb ik zelf gedraaid. Ja, als ik nou een jointje draai, dan betaal ik geen 4,5 euro, maar dan betaal ik 50 cent of zo. Of een euro voor één hele joint. Gewoon een beetje check. En een beetje wiet. Erin. Want ik vind wiet, ik heb nou een hash-joint. Maar ik vind het, je wordt er ook wel stoned van. Maar ik vind het niet zo fijn als wat ik van wiet word. Ik heb liever wiet. Een wiet-joint. En dan kan ik reclame maken voor Uncle Sam. In Driekoningenstraat. '27 geloof ik, in Arnhem-Zuid, in Spijkerbuurt. Uncle Sam, daar moet je je jointjes gaan kopen. Dan kosten ze wel 4,5 euro. Kun je ze beter zelf draaien, kost je 50 cent of een euro. Of voor mij een paar 2 euro. Maar dan is het te betalen, dan kun je een paar van die dingen roken. Nou heb ik er eentje, maar daar heb ik dan ook wel zat aan. Of zou ik daar even de fiets pakken en fiets even naar Noord, naar de Beekstraat, nummer 9. Daar zit niet Uncle Sam dus, Uncle Sam zit in Driekoningenstraat, maar ja, dan ben ik het kwijt. Maar in ieder geval, je moet kijken naar mij en leren van mij. Dan zit ik bij het kosten, dan ben ik een beetje vachter. Maar hij schoot naar iedere keer eruit. Wat moet ik nou als hij uit de mond vloekt? Want dat kan dus heel makkelijk. En dat hij op de grond in twee stukken valt. Wat moet ik dan? Moet ik dan eten? Ja, en hoe moet ik dan eten? Maar ik haal geen bier. Nee, dat doe ik niet. Maar ik heb mooi al onkruid mooi achteruit de tuin weggehaald. Dus
Dus dan moet ik een hoop onkruid zijn gaan vertellen. Ik ben een kwartier in druk geweest. En met dan moet ik de grond te trekken. Ik heb een kwart container vol met onkruid, heb ik daar achteruit de tuin getrokken. En aan de zijkant. Allemaal uit de grond getrokken. En verwijderd en in de container gegooid. Grote bos had ik onder de armen toen ik me naar de container toe liep. En met de container te gooien, een kwart container vol. Met onkruid. Dat heb ik achteruit de tuin gehaald vanmiddag. Na de regenbui. Ik ga het eigenlijk pas morgenmiddag willen doen. En morgen, ik ga vanavond om 10 uur naar bed. Dat is 1, 2, 3, 4 uur na nu. Ga ik naar bed. Of een uur of 5 of zo. Nee, 1 uur of 10. En dan slaap ik tot 6 uur. Dan moet ik eruit. Dan moet ik even met de honden buiten, want die moet in ieder geval even pissen wel. En dat hij mijn poepen kan, dat ook gewoon even doen. Maar dat hoeft niet, je loopt daar gewoon met hem de Kronenburgdijk op. En de Kronenburgdijk weer af. En dat hij poept, dan poept hij. En dat hij niet poept, dan poept hij niet. Maar je had een kans. Ja, dat hij dan niet poept en het is 1,5 uur later en dan moet hij wel poepen, dan gaat hij voor de deur liggen, voor de voordeur. Dan gaat hij daar liggen. Toen je naar hem toe loopt met de riem, dan begint hij aan de weer te rennen van blijdschap. Als hij die riem ziet, want dan kan hij in de buiten liggen snuffelen. Het is zo prachtig voor die hond, man. Die hond. Die had een leven als een god op, in Frankrijk. Echt waar. Godverdomme zeg, wat een mazzel, hé. YouTube-kanaal van John Staring. Als je daarna kijkt, dan ben je zo uit de ellende. Dan zit je niet meer in de schuldsanering. En alle soort toestanden die je maar kunt hebben, heb ik ook allemaal ingezeten. Dus ik weet waar ik over praat. Maar ik heb het geluk dat ik gewoon tering intelligent ben. Mijn andere neef, Richard, die is bijzonder hoogleraar, ook net als ik. Professor Dr. Richard. Ik zal niet zijn achternaam zeggen, het is mijn neef. Hartstikke knappe gozer en die verdient bakken met geld door. Ik weet niet wat hij doet, hij zou wel aan een universiteit of 3 staan als leraar. Waar allemaal mensen van het gymnasium afkomen, die komen daar terecht. Of ateneum, dat kan ook nog wel. Dat is in ieder geval. Was het ateneum, daar heb ik vroeger op gezet. Op ateneum. En toen ben ik naar de universiteit gegaan in Nijmegen. En daar heb ik Nederlands gestudeerd. Dus ik mag als enige volgens mij in Nederland zichzelf trots noemen dat ik Nederlands heb gestudeerd. Dat is de mooiste taal die er is. En ik kan hem foutloos schrijven. En foutloos uitspreken. Kijk, dan ga ik jou leren hoe dat jij moet praten. Dan ga je maar naar, als je naar ellende zit, dan weet je wat je dan moet doen. Dan ga je naar de gemeente. Naar het wijkkantoor van de gemeente. Dan vraag je naar dan ben ik het kwijt.
Ja, dan vraag je naar John Staring. En dan zeggen ze wel, oh, die woont in Arnhem in schepen van Alpad 24. Ja, ja. En dan hang ik een paar camera's hier voor het huis neer. En als iemand dan een ei tegen het raam gooit, dan staat hij erop. Haha. En dan kom ik even bij jou met een emmer voor mijn eieren. Zal ik bij jou de huis eens even volgooien? Oh, jongen, dat zou je eens even wat meemaken, zeg. Als jij dat bij mij doet, wat ik dan bij jou doe. Oh, oh, oh. Eieren gooien. Maar, ik zei net, ik ga het doen, maar ik heb het al. Ik heb camera's, 3, voor het huis hangen. En die filmen alles wat daar op straat gebeurt, wie daar loopt. Dat kan ik zo zien, dat kan ik zo terugkijken. Dus als jij dan gewoon een ei tegen mijn raam gooit, dan heeft mijn camera jou gezien. En dan komen we even bij jou, dan ga je even mee. Dan neem je jou even mee naar het politiebureau in Arnhem-Zuid. Dan gaan we jou eens even een paar vragen stellen, beste meneer Eierengooier. Zullen wij wel eens even zien of jij nog lef hebt om ooit nog eens een keer bij mij te doen. Ah! Want ik film het gewoon dat jij dat doet en dan zet ik het op mijn YouTube kanaal en dan kan de hele wereld zien dat jij een ei tegen mijn raam hebt gegooid. Maar als ze dat doen, ik maak het zelf niet meer schoon, ik laat dat Mariette gewoon doen op dinsdag. Maar degene die het gedaan heeft staat toch op de camera, dus dan kunnen we wel even langs gaan. Haal hem 's morgens om 5 uur uit bed. Want zo laat is die ook. Nee, ik weet niet hoe laat ze de ei tegen het raam gaat gooien. Maar Benji en ik zaten naast elkaar. We waren televisie aan het kijken. En ik. Klap! Een keiharde klap op de keukenraam. Ik ging kijken, ei. Hadden ze met heel veel kracht. Een ei tegen mijn raam gooien, zo wat van een gat in mijn raam gooien. Dat hebben ze al een keertje gedaan bij mij. Een gat in het raam gegooid. En dan hebben ze boven het raam eruit gegooid met een baksteen. En in de keuken met een ei. Dan hebben ze gegooid zo hard met het ei dat de ruit eruit vloog. Nou, wat leuk zeg. We hebben een ei bij John Staring tegen het huis aangegooid. Nou, dan komt de politie jou wel even halen. Want je stond wel op de camera. Dus, dan rekenen wij wel eens even af met jou. Dan kan je in een paar jaar in de bak in. Minstens een jaar of 5. De bak in. Eenzame opsluiting. En het enige wat ik krijg is een televisie. Met 20 zenders. Dan kun je in ieder geval televisie kijken. Als je in de bak zit. Want meer kun jij niet doen. Alleen maar liggen of zitten. Kijken naar de televisie. En maar kijken naar die televisie. Oh, oh, oh. Ik heb een hele grote televisie. Dat heeft 1400 euro gekost. Maar het is wel een grote televisie. Zo'n jointje, hè? Dat word ik altijd. Dat is net, laat maar zeggen, als Popeye een blik spinazie naar binnen gooit in het tekenfilmpje van Popeye met die spinazie. Hop, doop, slecht spinazie. Die spierballen.
kan niet alles ook gebeuren. Nou, zo heb ik dat als ik een joint rook. Dan krijg ik een heleboel creativiteit, lust. Dan ga ik iets met Project Big John doen. Het gebed zit weer los. Knoot is dat dat ik een beetje los zit. Als die uit de mond valt, dan valt die op de grond, dan valt die in twee stukken uit elkaar. Hoe moet ik dan vreten? Ja, want er is geen tandarts beschikbaar nu, hè. Of ja, dan ben ik natuurlijk in nood gevallen. Dan kan ik 112 bellen. Aan mijn kunstgebied kapot valt op de grond. Want dan hang ik wel mijn leven eraf. Anders kan ik eten. Anders kan ik niet eten zonder kunstgebied. Dus die maakt beslissen niet uit de mond vallen. Maar als die nog eens een keer zo los zit, dan haal ik hem er liever uit. En dan leg ik hem wel op tafel neer. Het is 6:02. Albert Heijn is nog los. Ik zou nog zo naar Albert Heijn kunnen gaan met de tas. En dan haal een stuk of 10,5 liters. En drink vanavond nog eens een keer ouderwets. Zoals wij vroeger elke dag deed. 10,5 liters naar binnen gooien. 12,5 liters. 14,5 liters. Ja hoor. En papa dronk maar. En papa dronk maar. En papa dronk maar. Dan zijn mijn kleine hersenen gekrompen. Kees, ik heb dus wat ik dus heb gedaan. Is ik ben naar de gemeente gegaan. En ik heb naar de wijkcoach, daar kon ik straks niet op komen. Misschien nou weet ik het toch weer. Ik heb naar mijn wijkcoach gevraagd. En dat was Anna. Ik weet haar achternaam even ze gewoon niet meer. Anna. Nee, weet ik niet meer. Anna. Ja, die krijg je dan te spreken. En dan sturen ze iemand van Pret, Psychiatrische Raad en Daad. Dat is een medisch bedrijf waar ze allemaal medewerkers hebben die allemaal dokter zijn, professor zijn. Alleen maar van die hele intelligente mensen. Dat is mijn hele familie. Mijn neef Marcel, directeur Binnenlandse Zaken. Die verdient hartstikke veel geld. Nou, maar niet zoveel als ik. Haha, want ik maak reclame. Ja, 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 ja. En wat ik nog moet hebben, en dan komen we bij de kern van het verhaal, is alles wat je maar even moet doen. Help mij en klik op abonneren. Er gebeurt niks, het kost niks. Jouw naam komt er niet bij te staan. Het is volkomen veilig. Je merkt er niks van. En dan krijg jij een appje als ik er een filmpje op gezet heb. Maar als je dat liever nou eens niet wil hebben, zo'n appje, dan kan je dat uitschakelen. Door op YouTube, bij de abonneren knop, zit een klein knopje met iets erop. Ik weet zo gewoon even niet meer wat er nog op stond. Maar in ieder geval, daar klik je dan op. En dan heb je nu weer een pareltje om erbij op te zetten op mijn YouTube kanaal. Kijk, dan kan ik zeggen tegen Sabine en Anne van meisjes, word eens wakker. Help mij. Hier, daar heb je hem. Ik was hem kwijt, zat in de keuken. Oh.
kreef van Ilias. Het broertje van Ilias. De broer van Tapi. Kreeg ik één jointje. Zomaar. Omdat ik zo'n filmpjes op mijn YouTube kanaal heb gezet. Dat ik liedje aan het zingen ben. Maar het enige, ik moet een keer een microfoon hebben met een luidspreker. Net zoals die buurman van mij heeft. Die zingt ook. Maar die heeft een complete zangstudio. Met hard geluid. Als hij aan het zingen is, kan ik dat hier horen. En dan woont hij toch 10 huizen verder, denk ik. Aan de overkant van de straat. En die had een hele studio. Die zingt ook tot overmaat van ergernis en last van de buren. Want ik hier ook, als ik hier een liedje aan het zingen ben, zelfs even de laatste 9 liedjes, of 8 liedjes, of zo, die ik erop heb gezet, gisteravond. Het zijn allemaal liedjes, die zing ik, maar ik zing te hard. Ik moet zachter zingen. Wat ik moet hebben is een microfoon en een luidspreker. En ik kan Karel weer op de muur zitten timmeren. En dat ik de muziek hard heb staan. Want ik was een liedje aan het opnemen voor mijn YouTube kanaal. En dat was Meisjes met rode haren, notabene. Die was ik aan het zingen en die had ik, het liedje daarvan had ik opstaan op mijn computer. En misschien raak ik dat even kwijt. Hè. Maar die had ik daar opstaan. En we komen dadelijk dan maar weer op. Maar ik ga dadelijk eten. Ik eet aardappelpuree met witte kool en currysaus en kipragoe. Of zoiets dergelijks. Dat ga ik zo eten, dat had ik om 5 uur eigenlijk aan moeten eten. Maar ik had nog helemaal geen honger om 5 uur. En nu is het 6:10 en dan heb ik nog steeds geen honger. Nou en, Toon van Zadelof, die had gisteravond om 10 uur pas. Ik belde hem op, dan zat hij nog te eten. En dan nam hij op, terwijl hij zat te eten, nam hij nog op. Maar ik had Toon heel vaak, maar Toon is een hele goede vriend van me. Dat is de beste vriend die ik ooit gehad heb. En de andere beste vriend van mijn leven die ik had, en ik was knettergek op die gozer, Arne Jansen. God voor zijn suffert, had hij zelfmoord gepleegd. Had hij zichzelf opgehangen. Omdat hij een chauffeur van hem zwanger had gemaakt. Daar had hij zichzelf voor opgehangen. Wat een sukkel zeg. Tjonge. En die gozer kon zo mooi zingen. Net zo mooi als ik. Daarom heb ik allemaal liedjes van Arne Jansen op mijn YouTube kanaal gezet. Er staan er wel 20 op. Oh, er staan er zoveel op. En ik heb in de tussentijd wel een stuk of 500 filmpjes op mijn YouTube kanaal staan. Die kan iedereen te allen tijden en niet, zoals iedereen altijd zegt, ten alle tijden nemen. Dat is fout. Schuffert, het is te allen tijden. Duidelijk, capiche? Dus als je naar John Staren kijkt, leer je nog een boel moet schrijven. Want ik neem aan dat je zelf verspellen kan hebben. Gewoon John Staring in de zoekbalk. Enter, bovenste optie aanklikken. Als je John Staring YouTube, dan klik je daarop en dan kom je op mijn YouTube kanaal. En dan kan je even die 500 films gaan bekijken.
Of allemaal, of dat doe je in de hele avond. Of dat doe je als je op je werk bent in de pauze. Ik toch even Project Big John erop zetten. Want als je daar naar kijkt, kijk, er zijn nou een heleboel mensen die ver nou uit de narigheid komen, omdat die naar het gemeentehuis zullen gaan. Mensen, daar heb ik ze verteld, dan moeten ze naar het gemeentehuis gaan en van de provinciehuis wonen. En dan vraag je naar de wijkcoach van jouw wijk. En dan krijg je iemand te spreken van de gemeente, die zo over de portemonnee beslist. Toen ik zoveel dronk en zoveel rookte, zoveel jointjes draaien. Want ik heb die weer in liggen, die heb ik zelf gedraaid. Maar er zit geen wiet in. Nee, want ik heb geen zin om naar de stad te fietsen. Wat ik moet, is ik moet een auto hebben. Dus gemeente, Anna, geef mij eens een auto. Dan kan ik uit de voeten. Dat kost niet zo duur. En dan kan ik ook eens naar Groningen toe gaan. Daar zitten klasgenoten van mij van vroeger op de universiteit. Ik had allemaal hartstikke slimme klasgenoten. Dat waren de slimste mensen, die hadden ook allemaal gymnasium gedaan om te beginnen na de lagere school. Je hebt eerst de kleuterschool, dan de lagere school. En als je op de lagere school heel goed bent, als je allemaal tienen hebt bijvoorbeeld, zoals ik dat had, dan ga je naar de universiteit in Rotterdam. En dan gaan we daar een huis kopen, maar eerst even huren, even niet al te veel geld, want dan hoef je niet de hoofdprijs te verdienen bij John Staring. En verdienen, daar komen we later wel op, als ik niet reclamegeld aan het binnenzoeken ben. Want Sabine en Anne, als jullie hier naar kijken, dan snappen jullie toch ook wel dat jullie weer een documentaire met de gekke John Staring moeten gaan maken. Professor, dokter, bijzonder hoogleraar John T. Staring. Waar ze vorige week weer een ei tegen de ruit hebben aangegooid hebben. Dat hebben ze echt gedaan. Ik ben meteen met een emmer water en een spons en een trekker. En ik heb een hartstikke goede trekker. Die trekker die heb ik gekocht bij Blokker op Kronenburg. Dat is 2 minuten lopen voor mij. Dat is nog dichterbij dan Albert Heijn XL. Want dat is nou de hemel hè, in het vervolg. Als we over Albert Heijn spreken XL, dan hebben we het over de hemel. En aan het begin van de hemel, dan kun je een pakje check kopen. Dan koop je gewoon een pakje L en M. Dat kost €9,70. En dan een paar dubbeltjes erbij voor de vloedjes. En dan, checkies roken. Maar dat is niet genoeg. Nee, we gaan in plaats van kleine vloedjes gaan we, ja, daar moeten we ook één pakje van hebben. In ieder geval dat ik ook af en toe tussendoor nog eens een keer een gewoon checkie kan roken. Luister mensen, kijk, weet je wat het is? Het is weekend. De ene die koopt een kratje bier en die gaat de hele avond lekker zitten lallen. Die gaat lekker zichzelf zat zuipen, morgen weer kots als je wakker wordt. Nee, dat is niks. Godverdomme ja zeg. Het is 6:15 en ik heb nog niet gegeten. Benji, kom eens met je tafje. Kom maar.
En ik had hem vanmorgen uitgelaten. En hij deed hem meteen een hoopje. Ik denk, mooi, naar binnen. Televisie aanzetten. Want om 19:30 begon de kwalificatie van Formule 1 in Japan. Max Verstappen op het vertrek van Pol. Hij was weer eens de eerste. Nou, hij wordt dit jaar ook gegarandeerd zeker weer wereldkampioen. Want hij is al niet meer in te halen. Hij heeft 150 punten voorsprong op zijn tweede. Ja. Ik zal ook eens aardbeien kopen. Ja, en dan koop ik ook een maar ik wil het niet nou doen. Ik doe het gewoon zo met die. Dan doe ik er een beetje aardbeien in en een beetje multivrucht in. Kun je Albert Heijn kopen. Links achter in de hemel. Want bij Albert Heijn, als je door in de winkel loopt, daar heb je de hemel. En daar vliegen allemaal engelen rond. En die hebben een blauwe jas aan. Dat zijn de medewerkers van Albert Heijn. Die kan je zo aanspreken en vragen waar het product dat je hebben moet. Bijvoorbeeld een raak, limonade, siroop, multivrucht. Waar dat staat en dan brengen ze jou daar naartoe. En dan wijzen ze het aan en dan kan je het uit de schap halen. En dan doe je het in je tas. Dan haal je alles wat je hebben moet. Zoals havermoutpap. Of rijstepap. Maar rijstepap was er niet. Daar hadden ze bij de opening niet bij staan. Dat was dinsdag de opening. Ik was eerst even de eerste was ik binnen. En er stonden wel een paar honderd leuven. Maar ik ben vreugdekrap, jongen. Oh, ik liep iedereen voorbij, ja. En dan schiet me eens gebeurd er bijna uit. Godverdomme, ik moet er bed op letten. Maar ik heb nog steeds geen honger, hè. Dus ik eet ook nog niet. Maar in ieder geval, wat ik krijg, is lekker. Kippenragoe. Met aardappelpuree en witte kool met curry. Dus is verder geen jus bij mijn hoofd ook niet, want het vleesgerecht is al vloeibaar. Dat is een heerlijk spul. Je Benji liggen weer op zijn kussen. Ja, die stoel die heeft weggeflikkerd. Die stoel die ik nou had. Die stoel stond voor het raam, maar daar staat nog geen stoel. Dus dat betekent dat de verwarming ook vrij is. Dus dat betekent dat als van de winter niks aan de hand. Dan zal ik even een voorbeeldje geven hoe ik reclame maak. Als een meeuw in de wind. Als een meeuw in de wind. Nee.
willen zijn. Ik ben zo blij in bed. Als een meeuw in de wind vliegt naar mijn Lucia, mijn bed. Naar de zaal die van de zon van Bahia. Zonder steeds de kus van een rode man. Zonder steeds de kus van een rode man. Vlieg in mijn gedachten. En de zon is op me zal wachten. Ik wil voor altijd bij haar blijven. Voor altijd bij mijn voorzien. Samen zijn een leven zo vol zonneschijn. Als een meeuw in de wind vlieg ik naar mijn Lucia, naar de schat die ik vond aan het strand van Bahia. Voel nog steeds de kus van haar rode mond. Waar mijn hart naar vond. Als een meeuw in de wind vlieg ik in mijn gedachten. Naar het zonnige zand waar ze op me zou wachten. Ik wil voor altijd bij haar blijven. Bij mijn Lucia. Reclame voor Albert Heijn XL. Reclame voor die ene noem ik niet meer, want die is gewoon voor de duur. 4,5 euro voor één jointje. Die kost een euro. Mijn stomp was een paar kijkers bij. Maar steeds de nacht in duigen op. Zo. Dus er kan nog van alles gebeuren. Wat er nou gebeuren moet, dat is. Te veel geld laat maar naar de buurt komen. Mensen, dan maak je mee gelukkig. Einde. Te veel geld laat maar naar de buurt komen. Dan gaan we even een nieuwe documentaire maken. Dan gaan we eens even. Kijk ze even strekken. Dan gaan we eens even reclame maken. Dan gaan we eens even patiënten verdienen. Maar dan kunnen we zo miljonair worden. Dan kunnen we een auto kopen. Kijk de hele land door. Oh, ik Nederland. Ik ken Nederland op mijn duimpje. Ik rijd overal naartoe, want ik ben overal wel een paar keer geweest. En dan praat toch wel over 100 keer. Dat heb ik 20 jaar gedaan, mensen bezocht met zaken. 20 jaar. Universiteit was een opdracht. Nou, daar ben ik met lof voor geslaagd. Met Hubble de Pub, ik weet al niet meer hoe dat heet. Nee, weet ik niet meer. Nou, dat is niet van mezelf. Dit is niet interessant, ik ga het doen eraf. Zo. Even kijken. John Staring, YouTube. 210 abonnees, het is niet te geloven zeg. Dan moeten er een paar duizend worden.
Dat waren het ook wel een paar tientallen duizenden. Dat waren het ook wel een paar honderdduizend. Dat waren het ook wel een paar miljoen. Dat waren laatst wel 14 miljoen. Want iedereen kijkt naar zo'n stadion, want iedereen die in de problemen zit, die help ik er persoonlijk eventjes uit. Want er zijn helemaal geen problemen. Er is geld zat. En aan alle kanten stroomt het binnen. Ik heb nooit zoveel geld gehad als wat ik ooit heb gehad. Echt waar, mensen. Ik heb een bulk geld op de bank staan. Daar word je helemaal bang van. Allemaal camera's hangen hier voor het huis hangen. Dus als ze nou een eind gooien tegen mijn raam, dan komt de politie wel ze wel eventjes ophalen. Zullen we wel eens even kijken of jij eieren moet gooien. Zullen we jouw leven dus toch een hel maken. Dan krijg je één kamer met één stoel en één bed en een pot. Met een wc met een deurtrekapparaat erbij. Dat je poep uit je deur kan spoelen. En één televisie met 20 zenders. Dat is alles wat je nog kunt. 24 uur. Want je wordt ook niet meer moe, dus je kreeg ook geen zin meer om te slapen. Dan blijf je maar op. En dan ga je maar filmpjes maken voor, op jouw eigen YouTube kanaal. Want als jij zo'n YouTube kanaal maakt, kun jij ook veel kijkcijfers krijgen. En dan word jij ook interessant voor reclamegeld van YouTube. Dat is allemaal te verdienen. Heel simpel. Word even abonnee. Help mij. Word abonnee. Help mij. Word abonnee. Het is 23 september 2023. Vanmiddag. Ik was vanmorgen met Benji lopen geweest. En om 7:30 zou de kwalificatie beginnen van de Formule 1 race met Max Verstappen. Max Verstappen staat pole morgen. Morgen is die race. Al om 7:00 ochtends. Dus ik heb morgen om 6:00 laat ik Benji uit. Dan loop ik één keer met hem tegen de Kronenburgdijk op. Naar boven. Dan krijg je tijd om te poepen. Poept hij niet, dan heeft hij niet gepoept. Dan had hij maar altijd niet meer op kunnen houden voor de deur gaan liggen. Maar je gaat niet meer eindeloos met hem lopen tot hij uiteindelijk eens een keer wel eens een keertje dan zal poepen dan. Want hij weet gewoon, als ik poep, is de wandeling afgelopen. Maar als de wandeling is afgelopen, Benji Staring, ik heb niet gepoept, dan heb je gewoon niet gepoept, dan heb je alle kans gehad. Maar ik ga niet weer een hele einde lopen dat je eens een keertje zou poepen. Maar ik heb hem nog steeds niet op, mensen. Eerst nog even straks van Albert Heijn. Water. Kost 49 centen voor een 1,5 liter fles. En de limonadesiroop. Die ze er ook volop hebben in de hemel. Van Albert Heijn, XL, Kronenburg, Arnhem-Zuid. Aan de busbaan. Dus je kunt met de bus naartoe. Dan kom je maar eens even kijken bij ons in de hemel. Hoe mooie winkel dat wij hebben met al die engelen. Die kunnen je overal naartoe brengen. En ze lopen gewoon met bosjes lopen ze er doorheen. Dan zeg ik gewoon, hé hey, jongeman, kom eens hier. Waar ligt, waar staat de limonadesiroop van Raak? Dat vroeg ik aan Olivier. Dat is de assistent supermarktmanager van Albert Heijn XL. Olivier, ik weet niet hoe Olivier met de achternaam heet. Zal ik hem wel eens een keertje vragen als ik hem weer zie. Maar ik zie hem maar af en toe. Hij zit er hele. Ja, hij is wel veel in de winkel. Hij wil zoveel mogelijk in de gaten houden dat alles goed gaat.
En dan moeten ze ook maar eens wat beter controleren bij die zelfkassa's. Die zelfscankassa's. Dan laat dan maar eens een man of 10 rondlopen die daar helpen, die de mensen kunnen helpen die daar wat willen. Maar in ieder geval, een lang verhaal kort maken. We zitten wel weer, we hebben de joint nog steeds niet op. Echt waar gekregen van de broer van Tapi. Tapi is alleen een goede zakenman. Hij zegt, ik kreeg 10 jointjes voor 40 euro. Dan geef je 40 euro en dan geeft hij de 7. En dan zegt hij, die 3 anderen, die kom ik morgen wel even brengen. Maar dan komt hij niet. En dan kun je hem vragen. En dan zegt hij, dat doe ik niet. Ik koop het maar 10, ik krijg er wel 3 bij, zegt hij dan. Nou, dan doe ik voor Tapi, luister jongen, ik hoef van jou helemaal geen jointje meer te hebben. Ik vraag het wel aan je broer. Maar ik hoop dat die broer van Tapi de volgende joint die voor mij draait, dat daar heeswiet in zit. Hees. Daar word je knetterschoof stoned van. Maar dan word je van die haasjoint ook wel stoned, hè. En die verstoond genoeg. En dan 10 pk beter krijgen bij het denkvermogen. Half 7, ik heb het steeds niet gegeten. Ik zal... Ja, echt ja. Ja, ik vloek hem nu de mond. Hij zit zo los. Ik moet kleedpasta hebben. Ik moet denk ik een kruisval halen. Ook Kronenburg, ook 2,5 minuten lopen voor mij. Ja, ik woon in het mooiste huis van Arnhem. Hartstikke duur ingericht, alles is er, alles werkt, alles doet het. Alles is er. Televisie, computer, camera. Hond, chihuahua. Ik ben de broer van Tapi heel dankbaar dat hij mij dat lekkere jointje heeft gegeven. Hij heeft door mij aangegeven door de hek. Tapi belde dan bij me aan. Maar ik had de bel al uitstaan, dus ik klopte die op het raam. En dan ging ik naar de deur en dan staat hij daar en dan geeft hij een kokertje. Met 6 jointjes erin, dan zegt hij, 4 jointjes krijg je nog van mij. En als je er een vraagt, dan zegt hij, moet je er eerst 10 kopen, dan krijg je de 14. Zo'n harde zakenman is dat. Nou, dat is niet eerlijk zaken doen, Tapi. Dus wij doen gewoon geen zaken meer. Maar ik heb je ook niet nodig. Want ik heb al een andere leverancier. Maar het kunstgebied kan mij niet uit de mond vloepen. Hij zit zo los, ik ben bang dat hij net een keer 2 stukken op de grond legt. Dit is een echte joint, hè? Met huisje erin. Ah. Genoeg pk'tjes hier bij in de kop. En ze zeggen nog een keer tussendoor dat het vandaag 23 september is van het jaar 2023.
En ik zet nou de zoveelste vlag, zet ik er nou op. De ene nog mooier en leuker dan de andere. En dan moet iedereen naar kijken. Dan knap ik jouw miserabele leventje wel eens even op. Dan haal ik bij jou alle bier uit het huis. En alle wijn uit het huis. En dan neem ik dat maar niet meer af. Je moet gewoon kunnen zeggen van, ik drink één biertje. Ik drink of twee biertjes. En verder niks. Maar ik doe dat niet. Want dan ben ik zo met een paar kilo's geworden. Maar dan heb ik de stoel al weggekankerd. Dus dit door de mand. En het kussen, ik zal dat even laten zien. John Dewey in de bak. Hoe dan nou, waar is de stoel stond? Ik toch niks van het. Mijn kleine Benji. Moest je toch nooit poepen, hè? Maar toen regende het, jongen, het kon er niet gaan. Nee, hij heeft maar je moet meteen moeten poepen. Dan zet je het mee, hè? Daar zit hij ervan. Moet maar gewoon poepen, we lopen wel een eindje. Maar hij moet poepen. Hij heeft poepen, dan lopen we wel een eindje verder. Zodat je ook wel makkelijker kunt poepen. Want die houdt gewoon veel te lang op, klootzak. Alleen maar om die wandeling te rekken. Ja, die hond is slim, jongen. Hij heeft ook speelgoed genoeg. Ik zal je eens even laten zien wat voor speelgoed hij heeft. Oh, een kwart container vol. Rotzooi. Had ik uit de tuin gehaald. Onkruid. Nou, ik heb het gebit eens even uitgedaan. Want hij zat zo los. Ik denk dat ik vroeg hem in de rut. En dan ligt hij in twee stukken op de grond. En hoe moet ik dat verraten? Hoe kom ik dan zo gauw in mijn kindsgebit? Want het is zaterdag. Er is geen tandarts te bekennen. Die hebben allemaal weekend.
Ja, en dan ga ik 3 keer in de week ga ik naar de zorgboerderij. En nu is de dijk nummer 28, geloof ik. In Arnhem-Zuid. 7 minuten fietsen voor mij. Maak de auto uit en dan reed ik daar in een halve minuut naartoe, joh. Dan scheur ik hier uit tegen die koppeling ook linksaf. En dan reed ik nog 1 kilometer naar Buktral. Rechts naar beneden. Ze zijn makkelijk is dat te vinden in de zorgboerderij. Daar kun jij ook naartoe. Dan moet je even naar de gemeente gaan, naar de wijkcoach. En dan vraag je. Kom je even helpen, want ik zit in financiële nood. Ik heb al mijn schulden, ik kan mijn rekeningen niet meer betalen. Kun je nou alsjeblieft helpen, de wijkcoach? Anna heet die. De andere Anna van Gelderland. Zal het achternaam niet vernoemen. Maar ik weet zeker dat ze het niet erg zou vinden als ik het wel zou noemen. Dus ik doe het wel. Anne. Ik zeg het niet. Dan kan ze tenminste ook niet klagen dat ik hun naam heb gebruikt. Want Anne zijn er wel 20.000 van in Nederland. Dus welke Anne bedoel je dan? Ja. Dus Anne kan nooit zeggen, ik wil dat je eraf valt. Want ik wil niet dat je Anne tegen de mensen vertelt dat ik Anne heet. En Anne doet niks op mijn appjes uit. Die heeft mij nooit terug. Alleen als ze mij nodig heeft, dan Maar ik had 4 jaar niet meer geroken. Ik heb 3 jaar en 8 maanden bijna niet meer geroken. Zolang. Toen kreeg ik in 1 keer. In 1 keer kreeg ik, ja, dan ben ik dat even kwijt. Maar dat maakt niet uit. Want als je in de hemel, oh ja, ik ging naar de hemel. Ik ging een pakje check halen, M&L. Dat is een persie check met 30 gram check erin. Half zwaar. Misschien is het ook wel zwaar, ik weet het niet. Voor mij, maar ik mag wel zwaar hebben, de volgende keer zal ik dat vragen. Kost 9,70 euro. Perske vloedjes, dan ben je op 4 dubbeltjes. En dat praat wel lastig. Ik zit terug op mijn gebit erin doen, hè. Dat is toch wel beter. Gewoon oppassen dat dit niet vloed. Zo, dan zit hij weer vast. En dan zijn voeten niet, joh. Pas wel op. Natuurlijk, de deur viel niet dicht.
Ja, maar om een half uur moet ik mijn zuster bellen. Dan is ze bij mijn moeder. Dan kan ik mijn moeder ook even zien. Ik kreeg elke dag een kwartiertje tot een half uurtje kreeg haar te zien op mijn telefoonscherm. Dan kan ik hem zo op de zijkant houden. En dan is het hele beeldje vol met mijn moeder. Dan kan ik met haar praten, dan kan ik haar even zien. Dan kan ze mij even zien. Dan kunnen we elkaar een goede dag zeggen. En dan zeggen, dan zeg ik moet. En dan moet ik naar de wc. Dus ik zal om een uur of tien wel weer terugbellen. Ja, maar denk eraan, half elf ben ik met de hond lopen. Ja, dat is goed. En dan een half uur later de bel zal weer. Ja, en wij dan over. Ja, de hond heeft nog niet gepoept vanmorgen. Ik vraag me af wat er aan de hand is. Moet ik er nog mee naar de dierenarts? De hond heeft niet gepoept. Godverdomme, ze moet. Geef maar een smoesjes. Maar dat moet ze helemaal niet zeggen. Ze moet niet zeggen, geef maar een smoesjes en afkeuren. Nee, dat is juist goed. Perfecte joint. Geen hoesje, niks. Ja, ben je denk lekker te slapen, jongen? Hè? Hij ligt zo lekker op de kussen, hoor. En hoe is die stoel voor de verwarming weg? Als het straks koud wordt, het is 15 graden in de kamer, dan zet ik de verwarming op 4, op 17,5. En dan is de keten veel sneller warm. Nou, niet de hele radiator tot op 20 centimeter na geblokkeerd is door een grote stoel die de warmte uit het huis houdt. Maar die is nog weg, dus nog hang van de winter. Ik kreeg ook niet meer zo hoge stookkosten en ik heb altijd al hele lage stookkosten. Want ik zet de verwarming op 17,5. Op een gegeven ogenblik nog niet eens meteen. Want 15 graden is ook zo koud en niet, daar word je lekker wakker van. Dan kom je dus even goed tot je zinnen. Gewoon 15 graden in de onderbox en de polo shirt aan vandaag. Morgen weer een t-shirt. Maar mijn zuster komt even twee polo's voor mij brengen. Die komt ze even langs brengen. Moest nagaan wat een lieve zuster ik heb. Die heeft twee polo-shirts voor mij. Die krijg ik. Potverdorie. Nou, dat is hartstikke mooi. Kijk, bij onze familie zorgen we gewoon goed voor elkaar. Onze familie is een voorbeeldfamilie. Want in mijn familie zitten allemaal doctoranden, doktoren, professor, bijzonder hoogleraar. Ik weet niet meer. Nou, we zijn een drapje. Toch wel zoet. Nee, ik koop de volgende keer. Ik koop bijvoorbeeld 4 aanmaaklimonade.
Dan koop ik twee multivruchten en twee aardbei. Dan koop ik twee smaken, dan ga ik lekker combineren. Dan krijg je ook eens een keer een andere smaak. Ook lekkere smaak. Maar dan is het een keer wat anders. Als er maar geen bier is en geen wijn is, wat ik heel erg eet, een weekend en dan halen we even een kratje of twee kratjes. Ieder kratje in de avond. Iedere avond één kratje bier drinken. En smaak is dun schijten. Ja, ja. En helemaal niet slapen. En dan zien we dat ze spook, dan zien ze gewoon zo ziek uit. Nee, kun je met dat bier drinken, jongen. Oh man, scheet. Nee mensen, dat moet je helemaal niet doen. Geloof me nou. Blijf me met de poten van dat bier af. Het is niet goed voor je. Je verkort daar je leven mee. Dan gaat jouw korte termijn krimpen. Zoals het ook bij mij is gekrompen. Ik dronk elke dag 12,5 liter bier. En dat heb ik wel 30 jaar gedaan. Dus ik heb wel een paar zwembaden bier leeggedronken in mijn leven. Ja. Iedere avond 12,5 liter. Keer 365, hoeveel is dat? Zal ik straks met degene even kijken hoeveel dat is? Dan pak ik even de telefoon. Zeg ik hem even aan. En ik kijk even. Sabine heeft het erin. Heb je nog niet gelezen. Want het vinkje is nog grijs. Dus ik heb een e-mail, een appje gestuurd. Sabine, help mij alsjeblieft. Drie uitroeptekens erachter. Sabine, help mij alsjeblieft. Met drie uitroeptekens erachter. Maar ze heeft hem nog niet gelezen. Ik heb Esther een appje gestuurd dat ik nog een linkdoor om de linkervoet heb zitten. Precies op dezelfde plaats als waar ze er al twee weggehaald had. Toen moest ze ook nog een pleister op, want het bloedde. Maar ik kon Esther niks gaan doen. Maar daar had ik met de vingers al te proberen weg te halen, heb ik een beetje kapot getrokken. Dus daarom, als ik, het mes kwam alleen in de buurt of ze knapte het dek kapot. Zeg, ga ik dat gedaan met de nagels. Dus ik zal het nooit meer doen. Maar weet je wat zo'n kloot is? Esther kun je niet bereiken, joh. Die kun je appen, maar die luistert niet. Die kun je bellen, maar die neemt niet op. Nee, jongen. Hoi. Hey. Ja. Ik film dit, hè. Oké, dan hang ik weer op. Ajus. Yo. Nou, dan niet, hè.
Nee, maar ik denk toch niet. Nee, dat is niks. Alhoewel, als je visite bent, kun je dat natuurlijk een keer doen. Dan kun je nog eens geen paard drinken. Maar je kunt beter niet doen, want het is gewoon niet goed voor je alcohol. Het is wel een echte joint, hè? Heerlijk. Bedankt. En alle namen die ik genoemd heb, die hoeven niet bij mij te komen klagen dat die film eraf moet, want ik heb nooit jouw achternaam genoemd. Dus als ik jouw voornaam noem, Anne of Sabine, dat wil niet zeggen dat je kunt zeggen tegen mij, haal die film eraf. Want ik haal helemaal niks eraf, dan ga ik ook naar de rechter. En dat je maar zo de rechter doet, dat een voornaam niet uitgesproken mag worden. Dat dat verboden had moeten zijn. Nee, dat had ik nooit. Dus je kunt me niks maken. Beste dames. Maar ik zal niet zeggen waar jullie werken hoor. Ik zal niet dus... Dus we maken het niet nog erger dan het nou al is. Dat ik even je naam genoemd heb. Godverdomme, wel een ramp zeg. De naam van mij is genoemd. Yes, dan kan de rechter zeggen, so what? Dat je dan ook allemaal een ei tegen de raam aankreeg of zo. Want wie maakt er nog mee dat ze godverdomme... Ze hebben me een keer de hele gevel vol met eieren gegooid. Er stonden wel 100 man op straat. En die hadden allemaal een trees eieren bij zich. En die hebben ze allemaal tegen mijn huis aan kapot gegooid. Twee ramen eruit. Nee, alleen een keukenraam eruit. Achterraam hebben ze een keer ingegooid hier. Dat is een paar jaar geleden. Had hem een van de gek de achterruit ingegooid. Maar een uur later zaten we in je ramen in, hè? Want ze komen je meteen helpen als er iemand met een baksteen door de kamer uitgooit. Want dat hebben ze bij mij dus wel gedaan, hè? En wie maakt dat nou mee? Maar vanmiddag kreeg ik een jointje door de heg aangegeven van de broer van Tapie. Die nu ook niet hoeft te zeggen van, nou wil ik dat de film eraf gehaald wordt, want jij hebt mijn naam genoemd. Ja, nou en ik heb jouw naam genoemd, maar ik heb er niet gezegd waar je woont, of hoe je met achternaam heet. Ik heb dan niet jouw bankrekening doorgegeven. Nou, dan zit niet te zeuren, als je naar de rechter gaat, dezelfde rechter dan zeggen, so what, hij heeft Tapie gezegd. Big deal. Snap je nou? Dus die halen we helemaal niet af. Als ik iemand bij de voornaam noem en ze vinden het erg, dan gaan ze maar naar de rechter. En dan zullen we zelf uitvechten wie nou die voornaam wel of niet aan mogen gebruiken. Wie nou niet Anne of Sabine gezegd heeft waarvoor ze wonen, wat ze doen. Dat hebben we allemaal niet gezegd. Maar ja, dat maakt er ook verder helemaal niks uit. Want, nou weet de hele wereld het. So what, ze komen echt niet bij Sabine binnen nou, hè. Ze gooien echt niet bij Sabine nou in één keer eieren tegen de ramen, hè. Dus het is helemaal niet erg dat ik die voornaam genoemd heb. Snap je dat, mensen? Het is helemaal niet eng. Trouwens, wat maakt dit? Want ze hadden voor mij een documentaire gemaakt en er stonden hun naam, Anne en Sabine, gewoon ook op het scherm aan het begin van de film en aan het einde van de film.
dat hun dat wel, dat hun dat gedaan hadden met de voornaam en de achternaam Anne van Riel en niet Sophie, want Sophie is mijn mijn weekcoachhulp. Die heb ik allemaal de Anna, de weekcoach van Arnhem. Nee, Anna. Huppelde pup, ik ben de achternaam even vergeten. Hij zegt, oh ja. Maar die naam die kan ik me nog even niet zo snel niet herinneren. Nee. Alleen, oh ja, Sabine Eikholt. Oeh. Maar dat is erg. Dat is erg, meneer de rechter. Hij heeft mijn naam genoemd in zijn filmpje. Nou man, dan kijk je er toch maar een stuk of 10 na. Nou, zegt de rechter, ah, waren het er een miljoen. Dan maakt dat nog niet dat er een achternaam en een voornaam genoemd zijn in een filmpje. Dus, ik haal die film helemaal niet eraf en als je vindt die film eraf moet, dan gaan we naar de rechter toe en dan zeg je maar tegen de rechter, ik wil dat hij die film eraf haalt, want hij noemt mij uw naam in die film. Dan zegt de rechter, ja, so what? So what? Hij heeft uw naam genoemd. En? Iedereen noemt zijn naam, toch? En Benji gaat lekker op een kussen liggen. Dus wat een hoog verder is, als van de winter over 15 graden is en we hebben de ochtend gehad en dan zetten we de verwarming opeens op 17,5 graden in plaats van 15 graden. 15 graden is ook nog wel even voldoende. Kijk maar als in mei, is, bij mij is het dus wel zo in mei, van let op. Het is mei, zeg, ik ben vergeten, ik zeg gewoon. Maar, je hebt 1200 euro heb je aan gas betaald in een jaar. Dan krijg je er eventjes 600 van terug. Want zo gaat dat bij mij. Ik krijg gewoon ieder jaar in mei 600 euro van de gasmaatschappij terug. Bij wie ik stook, omdat ik mijn verwarming is altijd op 17,5 graden heb staan. Smiddags en 's avonds. 'S Nachts gaat hij op 15. Dat is het minimum. Ik wil niet dat die hond kouwen ligt. Maar hij kruipt toch lekker achter de deken. Maar nu ligt hij gewoon op de kussen te slapen. Ik zal daar nog wel even laten zien. We kunnen steeds niet gegaan, het is veel over zeven. Maar ik krijg nog helemaal geen honger. Met dank aan de broer van Tapi. Die heeft hij mij gegeven. Door de heg. In de hoek van de heg. Daar kun je erheen. Daar weet die jongens. Die heeft me daar op die hoek. Heeft hij mij één jointje gegeven. En ik had deze. Want dan had ik hem gekocht. Vrijdagavond, ik dacht, nou we roken al zo lang niet meer. Weet je wat ik zin in had? In een pakje L&M. Dat is dezelfde check als waar Huppel de Pup, mijn buurman, die dus niet wil hebben dat ik zijn naam noem op mijn YouTube kanaal. Dus ik zal die naam niet zeggen. Dat doe ik dus echt niet.
Want anders dan zegt hij nog, ik wil dat die film eraf haalt. Anders ga ik eieren tegen je raam gooien. Ja, want dat ga ik dan wel doen hoor, John Staring. Nou, dan noem ik jouw naam wel even niet hoor. Dan zeg ik gewoon dat jij... Benny heet. Want een andere buurman van mij heet ook Benny. Zo wordt net dat gezegd. En? Buurman van John. Hoe heet die buurman? Ja, die had hij genoemd. Ik moet zelf maar even kijken. Ik zeg het niet. Ik noem niet zijn naam. Ik kan die ook niet klagen dat de film eraf gehaald moet worden. Als die film eraf halen en mijn doorveur gaat bellen, dan kan ik u wel vertellen dat er dus geen denken aan is dat die film ooit verwijderd zal worden. Want die film die is hartstikke lang en staat vol met informatie die van belang is voor opstarten met navelbrander van afschepen van alle pad, rechte hemelen, het einde van het Kroonoplein. Daar woont hij, als hij het Kroonoplein oversteekt, dan loopt hij het overdekte winkelcentrum van Kronenburg in en dan loopt hij door de gang naar de hemel toe, naar Albert Heijn en XL. En dan haal ik toch een pak havermoutvla en een pot zoetstof en een zak hondenvoer. Ik wil dan ook wel eens meteen meenemen. Dan schijt de computer er weer maar uit. Nou, leuk hè. Maar het zal ook wel weer goed komen. Ik vind hem lang zat.